De politie is dinsdagochtend een bedrijfspand aan de Oude Engelse Weg binnengevallen. In het bedrijfspand trof de politie ongeveer 150 hennepplanten aan. De politie kreeg de tip dat er mogelijk een henneplantage in het pand zou zijn. De 150 planten zijn inmiddels geruimd door de politie. De bewoner en een 51-jarige inwoner uit Den Bosch zijn aangehouden. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Ook worden de mannen beschuldigd van diefstal van stroom. Gisteravond bepaalde het debat in de gemeenteraad van Den Bosch dat er op het GZG-terrein in Den Bosch geen stadspark komt. Via een amendement diende Peter van Doremalen van GroenLinks het voorstel voor het stadspark in. Dat gebeurde bij de behandeling van het voorstel over de toekomst van het GZG-terrein in het centrum van Den Bosch. Het zou gaan om een stadspark van ongeveer 1,5 hectare. Het voorstel van GroenLinks kreeg uiteindelijk alleen steun van de Bossen Groenen. De politie Brabant-Noord heeft 40 tips binnengekregen over de gewapende overval op een 72-jarige man in een seniorenflat aan de Christina-Staten in Rosmalen op 18 juli. Dit werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht. Het slachtoffer werd op 18 juli belaagd met een mes toen er 's avonds bij hem werd aangebeld. Er ontstond een worsteling waarbij de bewoner een steekwond en schaafwonden opliep. De dader ging er vandoor met de portemonnee van het slachtoffer. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of de overvaller een man of een vrouw was. Opvallend was dat de dader een speciale sleutel, een zogenaamde digitale druppel, bij zich had om de deur mee open te maken. Voor de veiligheid van de ouderen in het complex worden deze sleutels alleen aan de bewoners verstrekt. De gemeenteraad van Den Bosch wil de garantie krijgen van het ministerie dat Den Bosch vanaf 2015 kan rekenen op 30 wijkagenten. Burgemeester Ton Rombouts zegt de gemeenteraad toe een brief te gaan schrijven aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid om een garantie te krijgen dat Den Bosch vanaf volgend jaar 30 wijkagenten krijgt. Het ministerie heeft bepaald dat vanaf 2015 per 5000 inwoners een wijkagent komt. Den Bosch komt na 1 januari op circa 150.000 inwoners, wat neerkomt op 30 wijkagenten. Na de gemeentelijke herindeling van Maasdonk komen de dorpen Nuland en Vinkel bij de gemeente Den Bosch. De politie heeft maandagochtend in Kerkdriel een 35-jarige man uit Vught aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichtingen en vernielingen bij de Renier van Arkel groep aan de Graafseweg in Den Bosch. Het pand van de hulpverleningsinstantie werd sinds half 2013 zeker 9 keer in brand gestoken. De politie besteedde onder meer in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht aan deze zaak, waarbij onder meer bewakingsbeelden werden getoond. Verder onderzoek leidde uiteindelijk naar de man uit Vught die tijdelijk in Kerkdriel woonde. De politie onderzoekt of de Vughtenaar ook iets te maken heeft met de vele brandstichtingen in de regio. Hierdoor waren er ook tientallen autobranden de afgelopen jaren in Vught. De politie onderzoekt het verband met alle branden in Vught, dus ook de autobranden. De verdachte is opgesloten. Op 1 oktober 2014 bestaat Oeteldonk 132 jaar. En dat vieren we. Met heel Oeteldonk. Met heel Den Bosch. En iedereen die maar wil aanhaken. Met een ongekend ambitieuze productie. Die ieders verbeelding te boven zal gaan en van zich laat spreken. Wat gaat er onder andere gebeuren tijdens dit evenement? Ja, we hebben natuurlijk 11 dagen lang feest en dat begint op 1 oktober met een officiële opening. En daarna hebben we het Bosch Mysterie, een grote productie. We hebben nog een kindermusical, Vreemd Volk over de vloer. We hebben een reunie, we hebben een receptie, we hebben een diezentocht. We hebben een moerasnacht op de parade voor de jeugd van 16+.
We hebben carnaval in concert. Ik vergeet vast nog heel veel meer. We kunnen kijken naar de website straks. Hè? Ja. Dit alles wat jij nu al genoemd hebt, dat past niet in de traditionele 3 dagen carnaval. Dit gaat waarschijnlijk langer duren. Ja, 11 dagen. Van 1 tot en met 11 oktober is er iedere dag iets te doen. En het weekend is hartstikke bomvol. En door de week een voorstelling of een ander evenement. Ik heb gehoord dat er een hele grote kathedraal gebouwd wordt op de markt. Heel groot wordt hij, ja. Een hele grote, ja. Hij komt boven centraal uit, heb ik gehoord. Ja, boven weet ik niet, maar hij wordt ongeveer net zo hoog, ja. Daar komen dan onder andere de voorstellingen in. Ja, nou, het gros van onze evenementen en voorstellingen vinden daar plaats. Maar bijvoorbeeld de Moerasnacht vindt op de parade plaats. We hebben een wandeling die door de stad plaatsvindt. En ook bijvoorbeeld het Bos Mysterie vindt in de kathedraal plaats de voorstelling, maar ook deels daarbuiten. Het is gratis toegankelijk, maar donateurs voor de voorstellingen hebben de donateurs voorrang. Dat betekent dat je voor €11,11 donateur kunt worden, kan via de website. Dan mag je met voorrang naar binnen, krijg je een bandje opgestuurd. 22 minuten voor aanvang gaan de dranghekken weg en mag iedereen naar binnen. Voor het Bos Mysterie geldt dat het niet allemaal in de kathedraal plaatsvindt, dus kun je er niet bij zijn in de tent, dan kun je nog buiten. Ja, het is even goed om denk ik te melden dat er een verschil is tussen donateurschap en de kaarten. Voor de voorstellingen, dus Bos Mysterie en Vreemd Volk, geldt dat je donateur kunt worden, dat je dan voorrang hebt. Maar ze zijn gratis toegankelijk. Dus iedereen kan er naartoe, maar vol is vol. Daarnaast hebben we een aantal evenementen, zoals carnaval in concert, de Diezentocht, Groot Pronkjuwelenfeest. Daar worden kaarten voor verkocht. Die kaarten kosten €6, inclusief 2 consumptiemunten. En dat doen wij, die verkoop, omdat we dan zeker willen weten hoeveel mensen we in de kathedraal hebben. Ja, want in principe als je €6 terugrekent met 2 consumptiebonnen, betaalt men bijna geen intree. €1 voor het bandje, geloof ik. Dus, bandje? Het bandje. €1, dat is natuurlijk, ja, waar hebben we het over? Het gaat vooral ons om dat we weten wat we binnen hebben. En die kaartverkoop start aanstaande zaterdag, ja, 13 september. September, waar is dat? Theater aan de Parade, de buitenkassa's, die zijn open. En we verkopen daar ook het embleem, de cd, herinneringsmedaille. Dus je kunt daar gelijk helemaal versierd en helemaal goed weggaan, zeg maar. Helemaal klaar voor het miraal. Je kunt als pronkje wel naar buiten. Je kunt als groot pronkje wel naar buiten zelf. Noroos, Bosse Volkspartij, lijsttrekker. Jullie gaan meedoen met de gemeenteraadsverkiezing 19 november. Nu al een hoop commotie, want schotelantennes, dat wil de Bosse Volkspartij niet meer. Vertel eens waarom. Nou, het is eigenlijk ontstaan doordat de gemeente die wil heel graag dat wij een schoon Den Bosch hebben. Dat alle uitstralingen mooi en netjes zijn. We hebben voorbeelden dat winkeliers een dwangsom krijgen omdat hun huisnummer 40 centimeter te hoog hangt. Het moet allemaal mooi uniform zijn, het moet allemaal netjes zijn. En we zijn het daar best mee eens. Maar dan vinden we ook dat die lelijke schotels die op flats hangen, dat die moeten verdwijnen. En nou is er een politieke partij, en die ga ik ook noemen de PvdA, die het nodig vond om ons te vergelijken met een blonde politicus uit Den Haag. Er wordt gezegd stem BVP, dat zou moeten worden stem PVV. Je wordt vergeleken met de Partij voor de Vrijheid. Waarom denk je? Nou, omdat het is gewoon een belachelijke, echt de meest reinste, populistische linkse uitspraak die ik ooit gehoord heb. Want als je zegt de schotels moeten eraf, wat zegt dat dan ten opzichte van de mensen die erachter wonen? Dat is niet, daar is niet over nagedacht. Ze zijn bezig met veronderstellingen, de PVDA, de V van veronderstellingen. Het is ongenuanceerd, want wie zijn de mensen die achter die schoteltjes wonen? Daar gaat het niet om. Het gaat om het aanblik van Den Bosch. En als we iets niet mooi vinden, dan moet het weg. Oude antennes die vroeger op de daken stonden, zijn uit het straatbeeld verdwenen. De schotels die er nu op staan, die moeten uit het straatbeeld verdwijnen omdat het achterhaalde techniek is. Want tegenwoordig koop je een kabeltje, je sluit hem aan op je telefoon en je sluit hem aan op je tv. En je kunt elke zender wereldwijd live zien. Het zegt helemaal niks over de mensen die erachter wonen. En al helemaal niet over de uitspraken die ze hebben gedaan. Want het is echt linkse populistische propaganda die ze de lucht in gooien. Nu zegt u het zelf ook. Ze zijn populistisch, ze zijn links. U doet zelf ook die beweringen. Nee, als je ongenuanceerd iets zegt en je gaat een veronderstelling geven dat wij er niet voor elke bossenaar zijn, dan moet ik daar kostelijk om lachen. Dan is dat, want we worden ook vaak populistisch genoemd. Waarom? Omdat wij weten wat er in het volk gebeurt, wat er onder het volk gebeurt. En als wij weten wat er onder het volk gebeurt en we weten wat de mensen graag willen, mogen we dat dan niet zeggen? Is dat dan populistisch? Nee, kom op jongens. Echt serieus. Ga je me ontspoelen!
Waarom maak je zo druk om schotelsnoorden? Waarom maakt het uit? Lekker boeiend? Nee, dat is niet boeiend. Als je Den Bosch mooi wil hebben en je wil het netjes hebben, dan moet je alles aanpakken. Dan moet je gewoon alles aanpakken. En nogmaals, ik heb hier nu een hint aan, er zijn maar een paar voorbeelden. En echt waar, serieus. Want als ik bij de mensen zou gaan aanbellen die daar wonen en ik zeg, mevrouw, ik heb honger, ik heb niet gegeten, mag ik mee eten? Dan weet ik zeker dat daar gasvrijheid zit. Het gaat niet om die mensen die erachter zitten. Fout, fout, fout. Slecht bedacht, niet goed over nagedacht, pure onzin. Het gaat om de uitstraling van Den Bosch die wij niet mooi vinden. En dat is een schotelvoorbeeld. Maar ik vind bijvoorbeeld, ik kan me heel erg storen aan, er staat een lantaarnpaal en een meter voor die lantaarnpaal staat een grote paal met een bord voorrangsbord. En dan denk ik, die paal die daarvoor staat is niet nodig, want je kan het voorrangsbord ook aan die paal hangen. Nou, dat is ook een voorbeeld. Maar gewoon, als je Den Bosch mooi wil hebben, dan moet je alles aanpakken. Dus die lelijke schotels van de schotelboulevard weghalen. De mensen die kopen voor een paar euro een kabeltje en kunnen elk televisieprogramma wereldwijd zien. Want toen ik in België woonde, toen ik in Spanje woonde, wilde ik ook graag RTL 4 zien. En dat gun ik die mensen. En er zit verder niks achter. Dus niet meer zeggen, gewoon mondje spoelen. En doen waar je goed in bent. Collega's in Eindhoven zeggen ook wel frikandellenpartij. Wat wil je tegen die collega's zeggen? Daar ga ik helemaal niks op zeggen. Frikandellen vind ik hartstikke lekker. En gelukkig het volk dat op ons stemt, die eten ook graag frikandellen. En het hoeft allemaal niet een vier gangen links minuutje te zijn. En dan het weer van woensdag 10 september. Vandaag overheersen de wolkenvelden. Toch is er af en toe ook ruimte voor de zon. Alhoewel het op de meeste plaatsen droog blijft, kan er soms wat hele lichte regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. De wind is noordelijk meest matig. Komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Vooral langs de oostgrens kan wat regen vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. De noord- tot noordwestenwind is zwak tot matig. Morgen overdag is de zon wat vaker te zien dan vandaag. Toch is er met name in het oosten van het land kans op een bui. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden en de noordelijke wind die blijft is meest matig.